Onbedoeld raakte Jaël Steegman zwanger terwijl ze geen vaste relatie had. Wat maakte dat bij haar los? Ja, heel veel maakt het bij je los. Er komen heel veel gevoelens, heel veel dubbele gevoelens tot je. Waardoor je een beslissing moet gaan maken. Ga je een kind geboren laten worden of ga je het niet? Maar uiteindelijk ben ik gelukkig tot een goede beslissing gekomen. Nadat je eerder besloten had tot een abortus, zag je daar uiteindelijk toch van af. Waarom? Ik denk dat mijn familie heel erg een rol heeft gespeeld. Ze zijn er voor mij geweest, ze hebben mij gesteund. En ja, gewoon, het is heel belangrijk geweest om iemand naast je te hebben die jou daarin helpt. Ja, dat is eigenlijk het grootste wat mij heel erg geholpen heeft. En daarnaast is Sirius ook wel een hele belangrijke rol geweest om alles een beetje te plaatsen. Hoe ervaar je het nu om moeder te zijn? Ja, het is geweldig. Het is gewoon, er zijn geen woorden voor, je moet het ervaren. Maar het is gewoon helemaal leuk om te zien. Nu, hij is nu 2,5, dus hij gaat nu lekker kletsen en lekker zelf spelen en dingen laten zien. Hij heeft onwijs veel humor. Ja, dat wil je gewoon niet missen. Dat zijn niet de dingen die je wil missen. En, maar ja, het is niet te beschrijven eigenlijk. Fantastisch.